denkt dat u goed in aardrijkskunde was en alles over Europa wist. Althans, zoals het vroeger was. Want Europa is onlangs veranderd, er zijn meerdere landen bijgekomen en dergelijke. Maar Europa is sedert enkele jaren echt veranderd. Dan heb ik het over het oude Europa. Er is een staat gegroeid. Een staat tussen Duitsland en Nederland. En u zult zeggen van, hoe kan dat nou? Maar dat leg ik u uit. En dat is een gebiedje wat is ontstaan uit de verschillen in de grensmarkering, zoals dat in Duitsland vroeger werd gedaan, en Nederland. Maar die twee landen grenzen aan elkaar. Vroeger was op die vreemde plek, daar was een watertje. En het was zodanig dat Duitsland, die markeerde de grens altijd tot aan de waterrand. Echter, Nederland was eigenwijs en die deed het omgekeerde, die deed het tot half in het water. Eigenlijk, nou ja, zoals het meer geaccepteerd is. Verder geen probleem, maar nu komt het. Sedert 1824 is door een verdrag tussen de Koninkrijken der Nederlanden en die van Hannover vastgesteld dat de grens dus loopt aan de ene kant, de Duitse kant, tot aan het water en voor Nederland tot de helft in het water. Nou, dat is altijd zo geweest en gebleven. Nu is echter de situatie gewijzigd en het water is verdwenen. Er loopt dus een strook van 6 meter breed land tussen Duitsland en Nederland. En daar is nu onlangs de staat gesticht, de staat Eurostaten. Een echte staat, een eigen munt, een eigen grondwet en wat er allemaal niet al bij hoort. Goedemiddag, meneer Bouwman. Dag, meneer Brokkers. Hoe maakt u het? Uitstekend. U bent hier, we zitten hier in Zuidoost-Drenthe. Zuidoost-Drenthe. En u bent hier geboren en getogen? Ik ben hier geboren en getogen, ja. Kunt u iets vertellen over dit gebied? Nou, dit is een gebied met een bepaalde historie. Vroeger is het hier allemaal nat geweest. En met het droogleggen daarvan is er een klein stukje ontstaan waar ik dus nu op status Eurostate. En dat is dus een stukje land in Europa wat van niemand is. Oké, maar waar zitten we precies in Drenthe? Vlak bij de stad Coevorden. Kunt u het aanwijzen? Nou, daar bij die witte gebouwen, dat is het instituutterrein Coevorden. Oké. En daar, bij die mooie lantaarnpaal, dat is in Duitsland. En ik sta zelf in Eurostein. Oké, dat is hier dat ruige terrein, zeg maar. Ja. Die smalle strook die zo doorloopt. Ja. Oké. Nou, hoe is dat ontstaan, die droogte eigenlijk? Want vroeger schijnt dit water te zijn geweest. Dat klopt. Vroeger was hier hoofdveen. Dat hebben ze afgegraven. Maar omdat veen, waar ze de turf van maakten, om dat af te voeren, hebben ze knallen gegraven. En zodoende kan het water makkelijk weg. Is het er ook komen te liggen. En zo is dit kleine staartje hier ontstaan. Oké, nou heel hartelijk dank voor de informatie. Graag gedaan. Nou, hier ziet u een klein overzicht van het gebied waarin de nieuwe staat is gevormd. En hier, precies op die zwarte rand, daar is dus de nieuwe staat ontstaan. Eurostaat bij Coevorden in de buurt. De munt waar ik u over sprak, dat bestaat uit twee delen. Het is aan de ene kant een symbolische echte munt, prachting. En aan de andere kant is het een rekenmunt. En de naam van deze munt is heel toepasselijk. Hij zit tussen Nederland en Duitsland in. En onze gevoelens voor de gulden en voor de mark, die zijn onveranderd. En het heet dus de guldenmark. En zo zal dus voortaan de bank van deze staat de guldenmark hanteren om het handelsverkeer tussen allerlei landen tot stand te brengen. Ook u kunt zich aanmelden als uitwoner in het nieuwe land, Eurostaten. Inwoner van Eurostaten. En zeker voor bedrijven een uitzonderlijke situatie die u niet mag missen. Doet u het? Vergeet u het niet? Ook voor uw kinderen. Even googlen Eurostaten. En u krijgt alle informatie die u maar nodig heeft. En misschien wordt u wel uitwoner in Eurostaten. Heb ik u met dit verhaal kunnen verleiden?
om uitwoner te worden, geregistreerd uitwoner in Eurostaat? We wachten het af. U bent welkom.